Theo, jij bent van het Wereld Natuur Bestrijdingsfonds. Theo, terwijl wij wegmarcheren. Misschien even een fotomoment. Oh, foto. Ja, ja. Maak maar foto. Wegmarcheren wat over het Wereld Natuur Bestrijdingsfonds kunnen vertellen. Want nog niet heel veel mensen zijn op de hoogte van jouw fonds. Theo, vervalt me er een beetje mee. Ja, ik sta hier met gemengde gevoelens. Ik heb net even gekeken wat hierop stond. Kijk, enerzijds natuurlijk gevoelens van euforie, dat snapt u wel. Wat hier gebeurt is bijzonder. Het is volgens mij de allereerste keer dat Stille Vervaren iets weggeeft. En het is ook de allereerste keer dat het Wereld Natuurbestrijdingsfonds een donatie in ontvangst mag nemen. Dus dat is uniek. U bent hier allemaal getuige van deze bijzondere gebeurtenis. Ik zeg tegenstrijdige gevoelens, dus enerzijds gevoelens van euforie, anderzijds ook wel gevoelens van diepe teleurstelling, moet ik zeggen. Ik ben hier naartoe gelokt door Jelle de Bruin, onderdeel van die club, met de vraag dat ik wilde komen om een donatie van 15 euro in ontvangst te nemen. Ik weet niet of u het ziet, maar het zijn er 14,95 geworden. U ziet het al, dat is ons logo van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds. Mijn naam is Theo van Duren. Ik ben natuurfilosoof, doe al meer dan 30 jaar onderzoek naar de natuur. De conclusies die zijn glashelder, die kan ik u wel even snel geven. De natuur, dames en heren, is onze grootste vijand. En alle elementen werken samen met maar één doel. Dat is het vernietigen van de mensen en als meer. Alles moet kapot. Je moet ons een beetje zien als zeg maar de tegenhanger van al die milieuclubs. Wij noemen ze de Groene Khmer. Wij zitten anders in elkaar. Wij zijn er voor een betere toekomst. Nu. Belangrijk verschil. Dus kinderen zoeken het zelf maar uit. Dat hebben wij ook gemoeten. Wij hebben er als wij bij onze ouders ook geruimd. Onze kinderen ruimen bij onze mannen. Veel streeft het weer en weer naar geen enkele mogelijkheid om benut te laten om de natuur een gevoelige klap toe te dienen. En uiteraard zijn ook met de natuur collaborerende organisaties doelwit van acties voor het weer en weer. Als we Greenpeace een keer te pak kunnen nemen, zullen we het niet gedaan. Voor acties die onder de vlag van het weer en weer worden uitgevoerd, neemt de organisatie alleen verantwoordelijkheid als deze succesvol zijn. Dus in alle andere gevallen wordt stelselmatig elke betrokkenheid ontkend. Dit is onze bus. Hoe ziet u? Daar ben ik, daar links, daar achter is de bus. Daar zijn we 2 weken geleden mee afgereisd naar Kopenhagen. Dat zult u begrijpen. Je kunt het nog terugkijken trouwens, want we hebben ik meen alleen die website van die harde jongens. Geen stijl, die hebben we gehaald. Ja, ja. Wij hebben met die bus midden in de acties gestaan. Met een groot spandoek erboven. Dat was op de woensdag dat dus de anti-globalisten het Bella Centrum in wilden nemen, stonden wij op de kruising, geloof ik of niet, zeg maar, met die bus en met daarboven het spandoek Rising Sea Level, Pull Out the Whales. Binnenkort gaan we proberen Urk te voorkomen dat daar windmolens worden geplaatst. Dat weet u allemaal, dat zijn natuurlijk idiote dingen, overbodig. Hè? Er is wind genoeg in Nederland. Voor de avonturiers onder ons ligt er een machtige speedboot klaar. Ja, je hebt hem. Dus als je houdt van jennen, dan moet je je inschrijven voor het badprogramma. Het hoofd van mijn functie kom ik overal in, dus ik ben een paar weken geleden eens kijken. En dan liggen ze daar allemaal op een rijtje, die zeehondjes, te kreunen en te steunen. Want waar zijn ze toch ziek? Maar dan ga je iets verder nazoeken en dan blijkt het allemaal vage klachten. Onderrug, bekken, instabiliteit. Ja, nou, dat werkt. Maar dan gaan we je anders doen. Speciaal voor die actie hebben wij
shocktherapie noemen we het, hebben wij een voorzetboek laten maken op onze speedboot. Ik weet niet of ja, hier hebben we het. Vol gas voor de ziekenboek. Kijk, wil ze weer kunnen zwemmen, hè? De Albers, kijk maar, laat maar even zien. Die beest die hier heb je zit. Had lang uitgestorven moeten zijn. Die zijn veel en veel te groot. En als die groene kmer jongens even zijn moeite hebben met het stijgen van de zeespiegel, dan trek ik eerst hup al die walvis. De platte panda. Ik heb hem hier in 3D. Ja, ik zie het. Het komt zover dat we straks met de donateurswervingsacties, dat moeten we allemaal mee gaan doen natuurlijk. We gaan, ik weet nog niet precies wat er voor bedrag aan verbonden is. Dan krijg je deze dus thuis gestuurd. Ja, dan kijken of we er pantoffels van kunnen maken. Je kunt er alle kanten mogen in nemen. Maar ik wil u allemaal iets meegeven. En ik moet zeggen, ik heb me vergist in de hoeveelheid mensen die hier zouden komen. Wij hebben namelijk de WMWF aansteker. CO2 is oké, staat er al. Als jullie mij nou beloven, als je thuis komt. Mag er een dagje over doen. Allemaal lidmaatschappen opzeggen van die groene kmerclubjes. En allemaal donateur worden van mijn kleur. Krijgen jullie van mij allemaal dinsdags. Nou, is dat een deal of niet? De website is wnbf.nl. We hebben ook al de Engelse benaming, dat is de World Nature Passion Foundation.